We zijn vandaag in Groningen op het Infusion Gala, waar vandaag een hoop rematches en wereldtitelgevechten zullen plaatsvinden. Ja, we hebben onder andere Andy Semmeler, die vecht voor een wereldtitelgevecht. Een rematch notabene en een schitterende damespartij, ook een wereldtitelgevecht. En we gaan natuurlijk in gesprek met de man achter Infusion, Edwin van Os. Ga je mee naar binnen? Naast me staat de man achter Infusion, Edwin van Os. Edwin, waarom deze maand in Groningen? Het is vaste prik. Juni en november zitten we altijd in Groningen, Martini Plaza. Twee keer per jaar zitten we hier. Is het een speciaal iets of gewoon wat je het leuk vindt? Nee, het is een jaarlijks terugkerend iets. Eigenlijk zijn we hier denk ik al inmiddels voor de 10e keer of iets. We zitten hier echt heel vaak. Het is een ideale locatie, noorden van het land. Het ziet er inderdaad heel goed uit. Een andere vraag. Welke partij kijk jij naar uit vanavond? Dat is Tutu tegen Semmeler. Dat is vanavond de partij voor mij. Yes, Edwin van Os en Fusion. Naast me staat Deshamar. Jij hebt gewonnen op een knockout. Rechter direct. Is het precies gegaan zoals je wilde? Ja, we hebben dit keer anders voorbereid en ja, het was even wennen en ja, we hebben het is wel goed gegaan. We zijn tevreden mee. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Goed gedaan hoor, gefeliciteerd, geniet ervan. Dankjewel. Hoes. Put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Ik sta hier met de geweldige vechter Jumanjo. Jumanjo, ik heb je partij bekeken. Wat vond je er zelf van? Ik de derde ronde kwam ik eindelijk los. Eerste ronde had ik niet echt de goede focus die ik zou moeten hebben. Tweede ronde ging iets beter en ik eerste ronde kreeg natuurlijk 8 tellen. Maar daarna heb ik me gelukkig wel goed opgepakt, maar was te laat helaas. Kom ik iets te kort. Wat deed het met je dat het publiek toch meer aan jouw kant stond dan noemen we naar de juryuitslag? Dat voelt zeker goed. Voelt altijd goed natuurlijk. Dat je de wedstrijd misschien niet hebt gewonnen, maar voor het publiek dat ze er niet mee eens waren. Kijk, hij heeft goed gevochten en ik geef hem de winst ook gewoon. Nogmaals, ik heb van je genoten en ik hoop je gauw weer te zien. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. En naast me staat Rida. Jij hebt goed gedraaid. Ja, geen goed. Eerste ronde 8 tellen gegeven. Uiteindelijk toch de winst naar hem toe kunnen trekken. Want hoe gingen de laatste twee rondes voor jouw gevoel? Voor mijn gevoel, we wisten al dat het een jongen met veel conditie is. Hij is echt een dieseltje. En daar hadden we al rekening mee gehouden. Misschien iets te veel gegeven in de eerste ronde. Een beetje te gretig geweest, zeg ik eerlijk, in de eerste ronde. Maar dit is weer een puntje om bij de volgende wedstrijd te verbeteren. En geniet van je overwinning. Dankjewel. Dames en heren, Fight Inside. En ik sta hier niemand minder dan Bert Kops. Bert, goed je weer te zien. Ja, dankjewel. Ik geloof dat we hebben een groot talentvechter voor jou vanavond. Ja, ik heb Marcelino Kemna. En ik moet je zeggen, hij is echt een warrior. Hij is echt een knokker, die gozer. Karakter, nooit zaken, niet zeuren, goede conditie. En hij heeft gewoon zijn ding gedaan. Hardwerkende jongen. Hard werken, heel hard. Ik heb de afgelopen jaar zelf persoonlijk wat commentaar geleverd over het Nederlands niveau kickboksen. Wat ziet u veranderen? Ik heb toevallig die aflevering bekeken van je. Ja. Dat was de eerste aflevering, geloof ik. Hè? En dan had je commentaar erop of zo, maar er zit wel wat in. Er is geen land in de hele wereld, op Thailand na, die zoveel kickboxscholen hebben in gyms. En een van de best groeiende sporten in Nederland. Dus dat kan wel iets beter worden inderdaad. Ik zou wel zeggen die A-klasse 5 ronden. Dat zeker. Je hoort het, dames en heren, ook Bert zat achter de Fight Inside. En follow Bert, follow Fight Inside. Bedankt voor jullie aandacht. Hier. Never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gonna.
we zitten hier met... Niemand minder dan Khalid. Khalid al-Mukaddam. Khalid, dankjewel dat je even de tijd voor ons nam. Want je was bezig met het trainen om je handen te tapen. Je vecht vanavond tegen een jongen die thuis vecht. Doet dat je wat of zeg je let's do it? Mij maakt niet uit tegen wie of waar ik het vecht. Maakt niet uit. En klopt het als ik zeg dat de gewichtsklasse hoger is? Dus een keertje hoger, ja. Ik heb het van mijn trainer te horen gekregen. Ja, voor mij dacht ik alleen van oké, we komen minder af te vallen. En ik kwam goed uit met de Ramadan, dus ik bleef een beetje hangen. Dus voor mij kwam het goed uit. Want de afgelopen partij heb je wel goed gedraaid. Ja klopt. De afgelopen partij heb ik mij laten zien. Zoals ik de mensen ook beloofd had dat ik sterk uit de hoeken zou komen. En mensen weten wat ze nou van mij kunnen verwachten. En ik weet nou ook dat deze jongen mij kei serieus heeft genomen. Dus ik mag hem zeker niet onderschatten. Ik heb begrepen dat je eigen trainer Mickey Bennezoos is niet aanwezig. Omdat hij in Frankrijk zit, als ik het goed zeg, met Usgun Typhoon. Sorry. Speelt dat een rol in jouw voorbereiding? Of vanavond? Of je moet het uiteindelijk zelf doen? Ik heb sowieso met hem voorbereid. We hebben als hele team voorbereid. En ja, toevallig is het nou zo. En ik zelf heb een hele goede band met Samir. Ik kan goed met hem opschieten. En hij is ook de man die achter de acht tellen zit van mijn laatste partij. Dus ik kan het heel goed met hem opschieten. Over je laatste partij gesproken. Ik heb op de matchmaking gezien of iedereen weet dat Walid Hamid ook vecht. De laatste partij was best wel een beetje, die heb je gewonnen. De laatste partij was voor het publiek, ging je alle twee de kant op. Wat vind je daarvan? Is er sprake van een rematch of heb je gezegd van laatst ik heb voor je gewonnen? Hoe denk je erover? Hoe ik erover denk? Kijk, ik kan er niks over kwijt. Mocht er serieuze interesse zijn, kunnen ze weten wie mijn management doet, Aziz. Mocht er echt serieuze interesse zijn, dan kunnen ze altijd bij hem melden en dan... Als het echt een goed aanbod is of iets, dan zal die ooit komen, wie weet. Maar voor nu laat ik het open. Oké, nou in ieder geval ga je heel veel succes. Ik persoonlijk geniet altijd van je. Ik, die stijl van jou mag ik heel graag. Heel veel plezier vanavond en we gaan van je genieten. Dankjewel. Zet hem op, Khalid. Dankjewel. Goedenavond dames en heren, we staan hier met de champ, Andy Semmeler. Hij heeft net een schitterende partij neergezet. Vertel. Hoe vond je partij zelf gaan? Ik vond mijn partij goed verlopen. Druk van mijn onverslagenheid is er zeg maar af en dat merkte ik. Ik kon gewoon lekker vrij uit mijn ding doen en dat ging keurig. En dat ging gelijk in de eerste ronde of kwam dat pas later? De eerste ronde is bij elke partij verzoeken, vind ik zelf dan. Dat was ook nu weer zo, maar bij de tweede tot de vierde was ik wel lekker mijn ding gewoon aan het doen. Het zat aardig in je spel, hè? Zeker, ja. Heb je daarvoor echt voor voorbereid? Dus te gaan zoals je wou? Op voorbereid. We hebben veel mentaal gepraat inderdaad, want ik zat veel met mentaal van niet verliezen. En zoals jullie weten heb ik laatst een Typhoon verloren en dat is er nu helemaal af. En dat heeft mentaal inderdaad zeker geholpen vandaag. Ze zeggen wel een style make fights, hè? Vanaf de ronde drie, als ik het goed zeg, zag je de overduidelijk dat jij sneller was. De jongens, de man in je hoek, gaven die ook aan om je snelheid te blijven gebruiken? Ja, vooral niet gaan meeswaaien, wat ik wel af en toe een beetje deed. Ik merkte ook zelf dat het niet werkte. Maar je bent hongerig. Als je hem ziet zwaaien, zie je wel openingen. Dus ga je toch meedoen en hopen dat je hem raakt. Maar ja, dat is dus fout gegaan. Sumi en ik zaten te kijken. We zaten tegen elkaar. Dit zijn weer de ouderwetse 5x3 Muay Thai wedstrijden. We hebben echt genoten. We hebben echt van je genoten. Mooi zo, dat is belangrijk. Partij, waardige tegenstanders bij allebei. En... heel veel succes nog. Ik weet niet tegen wie je gaat staan de volgende partij. Ik heb het ook nog niet gehoord, maar wie zou je op willen? De 75 maakt het me niet uit. Ik denk dat ik het weet. Wie? Zeg ik het maar. Ik denk dat je rematch met Typhoon wil. Rematch, dat wil ik sowieso. Maar ik ben niet iemand die gelijk voor rematch gaat schreeuwen. Ik wil mezelf bewijzen en ik vind ook dat hun dat verdienen, dat ik mezelf weer ga bewijzen. Dus na een wedstrijd ga ik zeker weer zijn naam roepen en dan hopen dat ze het accepteren. Respect. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Geniet van je winst. Dankjewel. Goed gedaan. Dankjewel. Hoes. Dit waren Hassan en Sumia. Op Infusion in Groningen. See you back at the studio.